groot ding. Ja, zo is hij, jongen. En voor alle kijkers. Rond het middaguur arriveerden de spelers van Vitesse op het vliegveld van de Spaanse stad Alicante. De Arnhemmers blijven 5 dagen aan de Costa Blanca om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Natuurlijk werd er in het vliegtuig en later nog bij het hotel nagepraat over het vertrek van trainer Peter Bos. De spelers waren hierover vanmorgen om 6 uur ingelicht. Nou, ik was al een paar dagen langer op de hoogte van het hele gebeuren. De beslissing was uiteindelijk gisteren. Volgens mij om 1:05 heeft hij mij persoonlijk ingelicht dat het zo goed als wel rond was. Ja. 2, 3, 4. Vertel eerst eens even als je wil hoe dat vanmorgen ging. Om 6:01 toen stapte Peter Bos de kleedkamer in. Of in ieder geval de ruimte waar jullie zaten. En toen? Toen kregen we het nieuws dat hij de verloren ging als het ware. We moesten 6:00 ochtends op Paperal zijn. En toen kregen we al een berichtje van Mirjam dat we allemaal in spelers zo moesten melden. Dus kijk, dan weet je wel dat er iets anders is dan anders. Alleen dat het dit was, wist niemand. Alleen het is wel groot nieuws wat dat betreft. Want het is toch verrassend. In de zin van, als een trainer, voor ons kort tijdsbestek in één keer een switch maakt. Dat was wel even verrassend. Ja, weet je, je komt om, wat is het denk ik, 5:30 op de club. Je hebt je ogen nog half dicht en Joost wens je nieuwjaar. En vervolgens nog een mededeling dat de trainer weg is. Maar we moeten heel snel afscheid nemen omdat we de bus in moeten. Dus achtbaan, dat is gewoon een achtbaan. Ja, ik wist het wel, maar je ziet die jongens gewoon kijken. Hè? En zeggen tot ziens en het beste trainer en that's it. En Peter vervolgt nu zijn eigen weg en wij gaan meteen weer door naar Spanje. En meteen gaat het leven weer door. Dus vreemde manier van afscheid nemen. Ja, ik zei al dubbel gevoel, want aan de andere kant ben jij ook een ambitieuze jonge trainer die zijn diploma's heeft gehaald. Dus ook mooi. Als je het zo bekijkt en zo sec vraagt, zeg ik misschien wel ja, absoluut. Maar ik zeg al, de manier waarop wij werkten, dat is mij ook heel veel waard. Absoluut. Ik kon in deze setting mezelf zijn. En dat is uiteindelijk wat je als trainer wil in een bepaalde rol. En zo heeft Peter leiding gegeven. En dat is ook een stijl die ik graag hanteer. Om 5:00 melden de spelers zich voor het eerst op het trainingsveld. Daar trainen ze een kleine 1.5 uur. Wat ga je deze week allemaal doen? Nou, we gaan de boel optimaal voorbereiden voor de eerstvolgende wedstrijd tegen Cambuur. We willen fris en scherp die wedstrijd gaan starten. En daar werken we hier hard aan. Als je de hele week bij elkaar bent, dan dat is toch anders dan dat je traint en daarna naar huis gaat. Dus wat dat betreft is het goed voor het team. Je bent de hele dag bij elkaar, je traint met elkaar, je eet met elkaar. En er is ook veel gesproken. En ook tussendoor een beetje gehouden. Dus wat dat betreft is het wel goed voor het hele team, denk ik. Het schema wat er lag, trainingsschema, gesprekken die gepland staan, die blijven allemaal gewoon staan? Ja, zeker. Dus we hebben met Peter voor de winterstop hebben we het schema opgezet. Dus ik vind het nu niet nodig om alles door elkaar te gaan gooien. Natuurlijk heb ik mijn eigen kleine dingetjes die ik eraan toevoeg. Maar de grote lijnen zijn bekend. Evenals de manier van trainen is bekend. De manier van spelen is bekend. Dus voor mij is het eigenlijk makkelijk instappen. Eind van de week staat een mooie wedstrijd op het programma. Jouw oude club Anderlecht. En bovendien heeft Vitesse ook nog iets goed te maken naar aanleiding van vorig jaar.
Ja, ik was er vorig jaar niet bij. Ik heb het gezien toen. Dat was niet, laat me houden, dat het niet al te best was. Alleen, nou ja, kijk, we hebben ook niet zoveel tijd om voordat de competitie begint. Dus het is een serieuze wedstrijd tegen een serieuze goede tegenstander. Dus wat dat betreft hebben we die wedstrijd om ons klaar te maken voor die week erna.